Een hele goede morgen en welkom weer bij een nieuwe aflevering van de YouTube-serie Team Thuisbrengers. Ik hoop dat jullie hartstikke veel zin hebben weer in een nieuwe dag. Ik namelijk wel. We zitten nu in de bus en we zijn dus onderweg vandaag naar het Vluchtmuseum, oftewel het Museum van Vliegtuigen. Het is iets bewolkter vandaag, maar dat maakt natuurlijk niet uit, want we zitten in Amerika. Super lekker natuurlijk. Tot zo! Nou, daar zijn we dan. Hier achter me is dus het Vluchtmuseum, Museum of Flight. We gaan nu naar binnen. Ik ben heel erg benieuwd wat er dus allemaal is te zien daar zo. En wat we allemaal kunnen doen en beleven. Let's go! Je voelt echt heel die krachten en zo. Ik ga alleen nooit straaljager piloot worden, denk ik. Dus. Ik ben weer terug bij mijn kamer. Ik moest nog gaan opschieten, want vanavond krijgen we dus inderdaad de sleutels van het vliegtuig. Niet echte sleutels, want het is niet echt zoals bliep bliep een auto open doen of zo. Maar ik praat veel te veel. Ik moet opschieten, dus ik ga naar binnen. Tada! Kijk eens, ik ben helemaal ongekleed nu. Ik moet echt gaan. Doei! Nou, op dit moment zijn we dus in de bus. We zijn onderweg naar het diner. Hebben jullie een beetje honger? Jazeker. Ja? Hebben jullie ook honger? Absoluut. Ik trek een lekker visje. Lekker visje, oké. Ik niet, want ik lust geen vis, maar we gaan zien wat ze allemaal hebben. We zijn hier op een hele mooie plek nu, waar we gaan eten. Ik geniet nog even van de tijd. You can see whales right here. Ja? Time for dinner, folks. Ja, het is inderdaad tijd voor het diner. We gaan lekker eten, cocktails drinken. En van alles en nog wat. Nou, zoals je kan zien, achter me is dus een heel fancy diner zo. Oh, ik wil even zeggen, proost op Transavia en Boeing. Dus cheers to Transavia en Boeing. We're just glad you're here. It's been nice to get to know all of you, and you are welcome to come back anytime. Thank you! Thank you. Zo, het eten was echt geweldig. Dit is de bus, we gaan terug naar het hotel. Nou, achter me is iedereen zoals je kan zien dus uitgecheckt. We hebben dus helaas te horen gekregen dat we niet terugvliegen met het vliegtuig waarmee we horen terug te vliegen. Oftewel de Boeing 737-800. Maar we hebben gelukkig wel gewoon tickets voor een andere vlucht terug naar Amsterdam. Alleen laat ik eventjes aan de piloten gaan vragen waarom we niet met deze terugvliegen. Hi. Goedemorgen. Goedemorgen. Zouden jullie kunnen uitleggen waarom we niet terugvliegen met de nieuwe Boeing 737? Ja, de Boeing is nog niet klaar, om het maar kort te zeggen. Dit is nog niet aan de kwaliteitseisen voldaan. Zowel Boeing als Transavia gaan voor de hoogste kwaliteitseisen. Dus het is nog even wachten. Ja, precies. Ja, hopelijk vliegen jullie vandaag wel in een Boeing terug naar huis. Ik blijf hier nog even achter en wacht tot het vliegtuig klaar is. En als het dan klaar is, dan vlieg ik naar Amsterdam. En ik hoop jullie daar te zien. Ja, zeker. Nou, in ieder geval, we hebben natuurlijk allemaal wel hier zo met heel Team Thuisbrengers een super mooie week gehad. En het was super leuk. Maar we worden straks opgehaald door de bus die ons terugbrengt naar het vliegveld. En dan is het alweer tijd om naar huis te gaan. Ja, daar zitten we dan in de bus terug dus naar het vliegveld. Ik zit hier naast Ruud. Ruud, wat vond je het hoogtepunt van de reis? Van de rentefabriek denk ik wel het gaafst. Het was wel gaaf om die echt van dichtbij te kunnen zien in alle verschillende vormen zoals hij er stond. Ja, ja, precies. Ja, ik vond het ook super gaaf. Ik ga even naar Maaike. Hey, wat vond jij het hoogtepunt van de reis? Ik vond de Space Needle heel gaaf. Dus, ja, was heel gaaf. Vond ik ook wel heel leuk. Nou, mooi. Vertel Petra, wat vond jij het leukste van deze week? Nou, sowieso de saamhorigheid met elkaar. Groepsgevoel een beetje en zo. Ja. Daar ben ik helemaal mee eens. Nou Gio, wat vind jij deze week de hoogtepunten? Ik weet niet, ik vond alles sowieso erg leuk. Iedereen waarmee we nu natuurlijk hier naartoe zijn geweest. Ja, eigenlijk alles wel. Ik heb niet echt een speciaal hoogtepunt. Oké.
leuk. Ja. Nou, dit is dan ook gelijk het einde van deze aflevering en natuurlijk onze reis. Ik heb het super echt naar mijn zin gehad. Ik denk iedereen hier achter ook natuurlijk echt. Ja! Ja, zeker. Dat bedoel ik. Nou, we zijn nu dus, zoals ik al net zei, onderweg naar het vliegveld. Het is lekker regenachtig, dus we gaan ook weer terug naar het regenachtige Nederland. Bedankt voor het kijken naar deze video. Laten we met z'n allen bye zeggen in het Engels. 3, 2, 1. Bye! Bye.